Een van de mooiste producten uit die tijd waren de echte Barendrechtse aardbeien. De omgeving tussen de Voordijk en de Middeldijk was het terrein waar al in het begin van de vorige eeuw het aardbeienplukken elk seizoen terugkeerde. Vanzelfsprekend dienden deze aardbeien getransporteerd te worden. En dat vond plaats in de destijds nog bekende aardbeientips, die ook wel chips genoemd werden. Dit verpakkingsmateriaal, ofwel fust, dat werd gemaakt in Duitsland, bestond uit van houtspanen gevlochten mandjes. En deze werden aangevoerd via de haven van Heerjansdam. Het veilingbestuur schreef in 1939 aan de bestellers van het fust het volgende bericht. Lezer Dezes, wij berichten u dat de door u bestelde chips afgehaald moeten worden op vrijdag of zaterdag 10 en 11 maart. Des voormiddags tussen 7 en 12 uur in de haven van Heerjansdam. Chips welke dan niet worden afgehaald zijn later 30 cents per 100 stuks duurder. Aldus het veilingbestuur. Deze arbeidsintensieve teelt was in de jaren 30 van de vorige eeuw, ook wel bekend als de crisisjaren, de gelegenheid om wat bij te verdienen. Vanuit de wijde omgeving kwamen de mensen om de grote hoeveelheden aardbeien te plukken en zo dus wat bij te verdienen. De schoolgaande jeugd kreeg er zelfs plukvrij voor. Een aardbeienplukker vertelt. Aardbeientijd, een hartstikke gezellige tijd. 12 boterhammen in een stikkenzak en dan 's morgens wel om 6 uur beginnen. Tegen de middag hadden we het brood al op, dus ging er iemand tussendoor even naar moeders om extra boterhammen te halen. Vanaf 2 uur deden we dan de laatste pluk tot zo'n uur of 6 en reken maar dat we veel keet hadden met al die jongens en meisjes. Met ons gezin van 4 kinderen plukten we heel wat geld bij elkaar. We hebben zelfs allemaal wel eens een nieuwe fiets gekregen van deze opbrengst. Maar ook waren er wel wat vervelende uurtjes wanneer we moesten wieden. En dit met een schrapertje of een lepeltje maar niet opschoot. Wat duurden de uurtjes dan lang? Voor de versmarkt werden de aardbeien met dop geplukt. En daarvan gingen er zo'n 2 kilo in een aardbeientip. Of zoals we weten een chip. De aardbeienrassen die in die tijd voorkwamen droegen de mooiste namen. Zoals bijvoorbeeld Roem van Charlois en Madame Kooi. Ook het ras Jacunda was goed en zeer geschikt als industrieaardbei. Aromatisch. En deze Jacunda liet zich gemakkelijk plukken zonder dop of muts. In de jaren 20 gingen de meeste verse aardbeien als exportproduct nog naar Engeland. Maar dat werd snel anders. Zo'n 80% werd inmiddels aangekocht om te worden ingemaakt voor de conservenindustrie. De hoeveelheid aardbeien vanuit de regio was enorm. Per dag kon deze wel oplopen tot 300.000 kilo. En zoals aangegeven ging 1 op de 5 aardbeien naar de wasserij om te worden ingemaakt voor de conservenindustrie. Thank you.
Voor dit zogeheten inpulpen waren er enkele wasserijen actief. En deze waren zo dicht mogelijk bij de veiling gelegen. Er waren er zelfs enkele op het veilingterrein zelf, maar ook aan de gebroken Meeldijk en bij het spoorwegstation. De heer Ayvos was commissioner voor jamfabriek De Betuwe. En op het fruitstation, dat op het veilingterrein was gelegen, werden er op één dag 700 vaten van maar liefst 150 liter ingepulpt. Een forse hoeveelheid. Het veilen van de aardbeien kwam pas na de veiling van de groenten aan de beurt. Met als gevolg dat het inpulpen voornamelijk nachtwerk was. En dat betekende dat uitsluitend volwassenen hieraan konden werken. En wanneer de prijzen goed waren op de veiling, dan ging de fles alvast rond. In elk geval werd er geld verdiend. Enkele onderdelen van het verwerken van de aardbeien is uiteraard eerst het wassen en de verwijdering van de resterende kroontjes en andere ongerechtigheden. Het vullen van de kuipen en toevoegen van een conserveringsmiddel met daarna het afsluiten van de kuipen met de deksels door de kuipers hoort er allemaal bij. De volle kuipen werden daarna geregistreerd en van een datum voorzien, waarna ze werden opgeslagen op een buitenterrein waar ze werden afgedekt met rietmatten tegen de zon. Op deze manier was het mogelijk om de vaten met pulp wel een jaar lang te bewaren.